Het Korps Politie Suriname heeft nog geen aanhoudingen verricht na de Facebook-dreiging van vorige week. Een mogelijk lid van de ISIS had via Facebook gedreigd aanslagen te plegen op enkele scholen in Santo Boma. Het lid eiste de vrijlating van twee terreurverdachten die vorig jaar zijn aangehouden door de Surinaamse justitie. Vandaag hield het KPS een persconferentie waarin er informatie is gegeven over diverse criminele delicten van de afgelopen periode. Gelijk na de Facebook-dreiging kwam de politie een verdachte op het spoor. Deze werd gesignaleerd bij een school aan de vierde rijweg te Kwata. Uit het verhoor bleek echter dat hij geen connecties heeft met terroristische groepen. Waarnemend korpschef Antonio Chin zegt dat het onderzoek van de politie nog voortduurt. Ook het hoofd van de afdeling kapitale delicten en inspecteur van politie, Roberto Prade, gaat in op de acties. We hebben direct erop ingespeeld. Zoals u zegt zijn we er niet ingeweekt als het ware. Suriname kent niet zo'n beeld. Dus we hebben gedaan en, om zo snel mogelijk de gemeenschap gerust te stellen. Om in te grijpen. En dat hebben we gedaan. Dus in feite worden dit soort onderzoeken, en zeg maar op een, ga je op twee, minimaal twee sporen zitten. Het ene spoor is wat de korpschef heeft aangegeven, dat je de surveillance gaat verhogen bij de genoemde locatie onder andere. Want het kan ook een afleiding zijn. Er wordt genoemd ADEC, terwijl men eigenlijk het regeringsgebouw geïnficeerd heeft. Dus de vitale objecten en de genoemde objecten worden dan in ieder geval worden besurveilleerd. En dan mensen in opvallende en onopvallende kleding. Prade zegt verder dat ook op het gebied van ICT er onderzoekingen worden verricht. Onder andere probeert het KPS te achterhalen wie het dreigement op Facebook heeft gepost. Het andere spoor waarop je sowieso gaat zitten is dat van een, zeg maar het internet om te proberen te achterhalen wie zo een bericht zou kunnen hebben gepost. We zijn bezig met het onderzoek. Er zijn wat indicaties. Maar in dat stadium kunnen we nog geen detailinformatie verschaffen. Maar we zitten ook op dat spoor. We krijgen hulp van buiten. Maar we hebben genoeg mensen in huis die sowieso overweg kunnen. Dus er zijn wat meters gemaakt in het onderzoek op dat stuk. Ik wil u vragen mij te ontslaan van de verplichting om in dit stadium een concreet antwoord daarop te geven. Roberto Prade, hoofd van de afdeling kapitale delicten en inspecteur van politie, vandaag tijdens een persconferentie waarbij de korpsleiding nader is ingegaan op diverse criminele delicten van de afgelopen periode.